Yo beste kijkers van Lost Buildings, ik ben hier samen met Robin. Hey. En we staan alweer bij een verlaten huisje, zoals jullie wel kunnen zien. En ik ben benieuwd wat er allemaal nog binnen staat, dus we nemen jullie mee. Let's go! Zo. Ja, kijk, hier staat gewoon. Ja. Ja, bij die andere villa had je dat niet, want het grappige is, 10 minuten geleden stonden we nog 5 meter verderop, 10 meter, iets in die richting. Ja, een kleine 200 ja. meter. Ja. Nou, hier staat nog een klein bankje. Oude oven. Of in ieder geval om het op te warmen. Een kachel. Kachel, iets in die richting, ja. En dan had je hier een super grote open haard. Hier nog een bankje. Nou, zoals jullie zien, dat is wel finaal gesloopt. Ja, dat is wel heel erg gesloopt. De vorige ook, maar dat was toch nog iets meer. Ik denk dat lokale mensen die hier wonen, dat die wel een beetje weten dat die villa hier staat. Ja, ik denk hier naast ook. Ja. Maar deze mensen hielden iets van glinsterend glas of zo. Iets met potwerken. Als je dat kan zien, dan staat hier nog een hele oude radio. Maar ik ga mee, want ik ben hier ook nog niet geweest. Oké, dit was dan gewoon de keuken. Dit ziet er echt heel vet uit. Gewoon, het is gewoon helemaal vergaan. Moet je kijken dan. Er staan gewoon zelfs nog dingen in de kastjes. Nog een paar potjes. Ah nee. Van magie. Tenminste. Wat er van over is. Ja. Koelkast. Ja. Dus ik weet niet of dit gedeelte nou getrest is of dat dit nou echt gewoon natuur is. Het is gewoon getrest. Oké. Okay. Stinkt hier wel. Ja, dit was de vraag hier. Ik heb een kappeltje van een kat. Ha! Dus ze hadden een kat. Iets in die richting. En dat was de verwarming van het gebouw. Ja, denk ik ook. Echt grote. Ik geloof dat dit huis nieuw is dan ouder. Nieuwer dan ouder? Ja. Want hier staat toch wel wat meer elektriciteit. Ja, dan waar we net waren. Ja. Hier hebben ze al meterkasten. Ja, dit. Ja. Ik weet niet. Ik denk dat het iets nieuwer was. Niet veel. Nee. Qua de opbouw van het huis is het ouder. Misschien is het wel vernieuwd. Ja, dat zou inderdaad best wel kunnen hoor. Dat ze het opgekocht hebben, dat ze het vernieuwd hebben, want dat nooit verkocht is. Nee, erg jammer. Nou, laten we de bovendieping gaan checken dan. Niet zo goed. Oh. Als je zo laat. Ja. Houd het? Ja, dat is het. Oké, okay, dit was dan een slaapkamer. Slaapkamer, inderdaad. Zo. Wauw, yo. Dat is nog beter dus.
Nog zo'n zeepdispenser. Oh ja. Deze heeft inderdaad gaat wat jaren. Zijn verder de tijd ingegaan. Ja, verder de tijd ingegaan. Oh nee, dat is gewoon leeg. Ja. Je had ze geen regen douche. Opslag. Ja. Ja, dit ook. Zo, dit is natuur. Ja, ik denk dat dit ook gewoon met de natuur verrot is. Ja. Dit is wel centraal verwarming. Dit huis. Oh ja. Dus het is inderdaad. Het is echt, ja, dit is gewoon echt wat nieuwer. Je hebt op zich wel even wat licht, misschien. Ja. Ja, er zijn blijkbaar mensen die dit in een fik willen zetten. Dit is wel goed gefikt. Ja. Dat valt nou als deze kamer wit. En dit is een kinderkamer. Een ledikant. Of in ieder geval kinderbed. Zo, dit is cool. Waar? Oh, daar, ja. Denken we, maar kan natuurlijk ook zijn dat zwerver hier met mijn hond heeft gezeten. Ja. Ik denk wel dat dat mogelijk een optie is, ja. Yo, beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze hele gave villa ergens in België. Ik vond het weer een vette explore. Check Robin zijn Insta in de beschrijving. Linkje staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende. Laters. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.